Hoi allemaal, welkom terug bij mijn channel. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag doe ik voor jullie deze kerst make-up look. Of in ieder geval ooglook. De rest had ik al gedaan, omdat jullie dat ook in mijn vorige filmpje hebben kunnen zien. Daar is niet heel veel aan gewijzigd. Dus, laten we beginnen. Ik heb alvast één oog gedaan, omdat mijn camera niet had opgenomen. Dus, dit wordt de look van vandaag, de kerstlook. Ik ga 3 palettes gebruiken. 2 high-end palettes en 1 low-end palette. Oftewel 2 dure en een goedkope. Dit is omdat ik niet de kleuren bij elkaar kreeg die ik wilde met alleen low-end. Want dat wilde ik graag voor jullie doen. Maar ik heb wel wat, nou ja, dupes. Of in ieder geval, ik heb wel wat andere opties om deze look toch te creëren. Dus, laten we beginnen. Als eerste pak ik het Absolutely Nude palette van Catrice. Daar gaan we 3 kleuren uit gebruiken. En we beginnen met de lichtste kleur aan deze kant. Vorig jaar had ik ook ongeveer zoiets, maar toen had ik dus niet de juiste zilver om dit te doen. Nou, nu heb ik hem wel. Maar ik hoop dat die ik vorig jaar gebruikt heb, dat die er nog is. En dat jullie die dus kunnen gebruiken. Die lijkt er heel erg op. Alleen ja, dit is van Urban Decay van het Fire 2 palette. Ja, dat heeft gewoon even iets meer pigment dan een ander merk. Dan pak ik nu een fluffy brush. En ga met de derde kleur uit dit palet werken. Ik heb een soort van smoky eye gemaakt, maar dan wat rustiger. En hiermee ga je de arcadeboog en de buitenkant doen. Dan met andere fluffy brush pak je de laatste kleur. Om er iets meer donker in te brengen en zo. Dan, ik had deze vorig jaar gebruikt. Je moet er meer van gebruiken, maar alsnog krijg je niet dit resultaat. Ik ben heel eerlijk. Maar wie weet hebben jullie een zilveren kleur die dat wel doet. Ik kon hem vorig jaar helaas niet vinden. Ik was ook echt helemaal weg van het Fire 2 palette. Daar zitten meerdere kleuren in en ik ga voor deze. En de naam daarvan is Shell Shock. Daar ga ik dus nu mee werken. En ik begin in de binnenste hoek en werk naar het midden. Ik wil hem ook een beetje laten doorlopen in mijn ooghoek. Deze geeft echt een hele felle zilveren kleur af. Dus daar was ik vorig jaar naar op zoek. En als je dat dan niet vindt zo fel, dan ben je toch al niet tevreden. Want dit is waar je naar op zoek bent. Ik ga even mijn andere oog een beetje bijwerken. En dat doen we echt alleen tot aan de arcadeboog. Hij mag iets erboven. Maar niet te veel, want anders komt het hier ook te zitten. Zo. Dat is dus de zilver. Dan als laatste pak ik het Naked 2 Basic Palette en de donkerste kleur daaruit. Ik pak dit palette omdat ik dit een mooie grijzige zwart vind. Maar ik had hem uit welk willekeurig palette waar zwart donker in zit kunnen pakken, want dat maakt niet zo heel veel verschil. Nou zie je dat er een flinke vlek zit. Dan pak je een schone blending brush. En je blendt het uit. Zo. Ik had mijn foundation en al het andere al gedaan. Omdat ik dat in de vorige video aan jullie heb laten zien wat ik precies doe. Mijn wenkbrauwen zijn wel iets anders. Daar zal ik jullie naar de kerst alles over vertellen. Waarom en hoe dat komt. En welke producten ik gebruik. Want er komt iets leuks aan.
Dus, ja. Dus ik had alles al gedaan, behalve mijn ogen, omdat het dan ook een minder lange video wordt. Dan pakken we uiteraard weer de wimperkrullen. En krullen we de wimpers. Eén keer uitwaaieren. En twee keer. Ik doe natuurlijk net wimpers op. Doen jullie dat niet? En ik begin in de binnenste hoek en werk naar het midden. Ik wil hem ook een beetje laten doorlopen in mijn ooghoek. Deze geeft echt een hele felle zilveren kleur af. Dus daar was ik vorig jaar naar op zoek. En als je dat dan niet vindt zo fel, dan ben je toch al niet tevreden. Want dit is waar je naar op zoek bent. Ik ga even mijn andere oog een beetje bijwerken. En dat doen we echt alleen tot aan de arcadeboog. Hij mag iets erboven. Maar niet te veel, want anders komt het hier ook te zitten. Zo. Dat is dus de zilver. Dan als laatste pak ik het Naked 2 Basic Palette en de donkerste kleur daaruit. Ik pak dit palette omdat ik dit een mooie grijzige zwart vind. Maar ik had hem uit welk willekeurig palette waar zwart donker in zit kunnen pakken. Want dat maakt niet zo heel veel verschil. Nou zie je dat er een flinke vlek zit. Dan pak je een schone blending brush en je blendt het uit. Zo. Ik had mijn foundation en al het andere al gedaan. Omdat ik dat in de vorige video aan jullie heb laten zien wat ik precies doe. Mijn wenkbrauwen zijn wel iets anders. Daar zal ik jullie naar de kerst alles over vertellen. Waarom en hoe dat komt en welke producten ik gebruik. Want er komt een iets leuks aan. Dus ja. Dus ik had alles al gedaan, behalve mijn ogen, omdat het dan ook een minder lange video wordt. Dan pakken we uiteraard weer de wimperkrullen. En krullen we de wimpers. Eén keer uitwaaieren. En twee keer. Ik doe natuurlijk net wimpers op. Doen jullie dat niet, raad ik jullie aan om de wimperkrullen warm te maken met een föhn. En hem natuurlijk niet meteen, dus niet op het heetst en meteen op het hoogst en weet ik veel wat. Maar gewoon even wat warm, want haren, ook oogharen, krullen beter met warmte. Zie je dat ik hier aan de onderkant ook dezelfde shell shock heb. Ik pak een puntkwastje en doe het aan de onderkant van mijn wimpers, mijn onderwimpers. Ik sluit hem een beetje aan mijn ooghoek, innerste ooghoek. Ik werk nog wat bij. Dan kijk ik of mijn wimpers goed gekruld zijn. Dat zijn ze. En dan pak ik mijn Essence Liquid Eyeliner Waterproof. En maken we de winged liner. Nog steeds vind ik dit lastig op camera. Maar ik doe mijn best. Er moet natuurlijk geen zilver meer doorheen zitten. Sorry dat ik wat stil was, maar dit vraagt even wat precisiewerk. Dan pak ik weer mijn L'Oreal Telescopic. En
bereid mijn wimpers voor. De nepwimpers. Zo. En dan heb ik weer dezelfde wimpers. De Ardell Wispies in het zwart. Ik zal twee sites linken die ze verkopen. Ik bestel ze graag via eBay omdat ze daar goedkoper zijn. Maar niet iedereen kan via eBay bestellen. Omdat je daar PayPal of een creditcard voor nodig hebt. Dus heb ik nog een site uit Nederland. Alleen die is iets duurder. Even een beetje laten drogen. Dan plakt die beter. En dan brengen we die aan. Tegen de wimperrand. En ook hier. Tegen de wimperrand. Oh. Hou hem een beetje op zijn plaats. Een beetje knijpen. Dit is echt oefenen, oefenen, oefenen. Ik doe dit al ruim 4 jaar. 3 jaar. 3 jaar. En af en toe heb ik er nog moeite mee. Dus geef de moed niet op. Dit is niet iets wat je in 1 dag kan. Ik duw hem altijd wat omhoog. Oh, mijn telefoon gaat. Ik duw hem altijd wat omhoog. Om mijn wimpers er tegenaan te duwen. En dan zitten ze. Dan pak ik altijd een mascara roller die bijna op is. Dit is wel echt een van mijn favoriete mascara's. Dus die moet ik echt gaan halen. En doe een klein beetje op de wimpertjes om ze aan mijn nepwimpers te laten plakken. Pak ik een 2-in-1 mascara. Nu hebben ze, ik ga hem ook zeker van de week halen. Bij Essence, van Essence hebben ze nu alleen een witte. En dat is die ik zoek, want het is een mascara basis. Dit is weer even lastig. Ze zijn zo klein. Dat je dat vanaf een afstandje echt niet kan zien. Dan doen we het even zo. Zo. Ik gebruik 9 van de 10 keer niet eens de zwart die erbij zit. Maar want het ging mij echt om de basis. Dan pak ik weer deze. Want dat vind ik, dit is gewoon echt een hele fijne voor je onderwimpertjes. Oh. En zo, dat is de eerste laag. Dat laten we natuurlijk even drogen. En dan pak ik meestal deze. Deze is wel lastiger te gebruiken op je onderwimpertje omdat het een heel dik borsteltje is. Maar bij iedereen gebeurt het, bij mij, bij de beste fysicisten, dat er bovenop je oogleden, onder je oogleden, op je neus, of onder je wimperrand, op je neus, overal vlekken komen. En dat haal je daarna gewoon weg. Laat je even drogen, pak een wattenstaafje en wrijf hem maar. Dus met deze moet ik echt heel voorzichtig zijn. Maar deze geeft een hele diepe, intense zwarte kleur af. Dit is de Catrice Lash to Kill False Lashes Volume Mascara with Lash Extension Fibers. Dus met verlengende fibertjes, zodat je wimpers langer lijken. Nou pak ik nog 1 keer de Vice Palette, want ik zie dat er stukjes zijn. Zo. En dit is mijn kerstmake-up look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus dat zo is. Thumbs up. En ik zie jullie in mijn volgende video. Bye bye.